gaat over een fotograaf die in de jaren 30 op een missie wordt gestuurd om in het midden en zuiden van Amerika foto's te maken. En dan specifiek foto's van het boerenleven daar, dus de families die daar wonen. En in die tijd hebben ze daar heel veel last van duststorms, dus stofstormen, zandstormen. Die eigenlijk ontstaan zijn door het slechte gebruik van de grond. In 1929 was de crash van Wall Street. Gecombineerd met de droogte en de hitte voor die boeren, dat was gewoon het einde eigenlijk. Ze konden daar niet meer leven, ze hadden geen inkomsten. Het maakte gewoon alles kapot. De huizen werden weggeblazen, de longen van de kinderen gingen kapot en alle landbouwoogsten mislukten. A country without rivers, without streams, with little rain. Once again the rains held off and the sun baked the earth. Zo'n 3 jaar geleden heb ik een tentoonstelling bezocht in Parijs van een fotograaf, Walker Evans. En hij had heel veel foto's gemaakt, ook in de Dust Bowl en in Amerika, in hetzelfde gebied. En toen ik die foto's van hem zag, ook van die boerenfamilies daar, toen herinnerde ik me opeens een foto die ik had gezien van die hele grote stofstormen die echt de huisjes opslokten bijna. Al dat stof en al dat zand. En ik dacht, goh, dat is eigenlijk wel heel tof voor een boek. Dus toen ik thuis kwam van die tentoonstelling, ben ik gewoon gaan schetsen. En uiteindelijk, jaren later, is dat dus dit boek geworden. Voor de meeste boeken doe ik geen research en de meeste boeken zijn fictie. En de meeste boeken die ik maak, die spelen zich ook af in het hier en nu. Maar in dit geval, omdat dit 90 jaar geleden afspeelt, ik ben de archieven ingedoken. In Amerika ook, in Washington onder andere. Maar ook op internet ontzettend veel foto's opgezocht. Documentaires gekeken, boeken gelezen. Dit is een boek wat ik heel vaak gebruikt heb, heel vaak geraadpleegd heb. En in dit boek staan heel veel foto's uit die tijd, uit de jaren 30 en 40. Dit is een foto die ik ontzettend tof vind, ook omdat je de kleding heel goed kan zien, de schoenen, wat voor hoeden ze droegen in die tijd. Een van de grote thema's is het verschil tussen feit en fictie. Dat de hoofdpersoon door verschillende worstelingen gaat. Dus hij stelt zich heel erg bijna filosofische vragen over wat is fotografie eigenlijk? En het doel van foto's is vaak om de werkelijkheid weer te geven. En dat wordt dan in kranten gepubliceerd of tijdschriften, et cetera. Maar wordt dat doel eigenlijk ooit wel behaald? Want iedere foto is een heel klein stukje van die werkelijkheid. Het is wel echt de langste periode dat ik aan het boek heb gewerkt. En het blijkt gewoon dat als ik rustig de tijd neem en alles gewoon een paar keer overdoe, weet je wel, elke tekening nog eventjes verbeteren of perfectioneren, blijkt gewoon dat dan mijn werk op het hoogste niveau komt. Ja, ik weet nog, bij Bloesems in de herfst had ik soms 's nachts te werken, 4 uur 's nachts, 5 uur 's ochtends, om dat boek af te maken. En je kan je voorstellen dat het dan wel oké wordt, maar dat je toch wel wat inlevert door de vermoeidheid en de haast. Ja, ik denk dat hij wel klaar is zo. En ik heb met dit boek heel erg mijn best gedaan om dat soort lange nachten niet te maken. En gewoon ook met de uitgever afgesproken van we gaan gewoon ons tijd nemen om het goed te maken. En dat is gelukt.